door die maximaal te laten groeien, maar niet te laten vervetten. Want ook dat vetten gaat allemaal in de eierweefsel zitten en zo, en dan komt het zoutgetal en dergelijke ook niet in. Dat hoeft de hut niet zelf te doen. De hut kan ik ook zeggen, de slagerstek. Ik heb een bewijs. Dierenartsen, consultancy. Dat is, ik wil graag wat delen over hoge levensproducties. En dat is ook wel een beetje voor mij gekomen hier vandaag. En ik denk dat het in zijn algemeenheid voor iedereen belangrijk is uiteindelijk om een goed saldo te draaien. Maar dat is wel een makkelijke zegte gedaan. Daar ga ik zo dadelijk toch wat gericht op in.